Hi there, this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for coming by, thanks for watching another episode. As always, I appreciate your time and I appreciate your support. This Sunday we are going to do some listening exercises on A2 level, but before we do that, remember to give it a like, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments if these exercises are useful for you. Alright, but without much further ado, let's go straight for the exercise. So how will we do the exercise? Well, if this is your first time, I will be reading two texts. I will read them once, alright, and then after that we will do some multiple choice questions. You'll have to choose between three answers, A, B, or C. Afterwards, I will give you the correct answer so you can check whether you have understood the question or not, whether you have understood the text or not. If you like these listening exercises, please click the following link to the listening exercises playlist on my channel if you want to practice a little bit more. All right, without much further ado, let's go straight for those listening exercises and the first text. Brandstof wordt duurder en duurder. Kan de overheid helpen? De prijzen voor energie waren al heel hoog. Door de oorlog in Oekraïne worden die nog hoger. Voor 2 miljoen Belgische gezinnen dreigt energiearmoede. Dat wil zeggen dat ze niet genoeg geld hebben om energie te betalen. Wat kan de overheid doen? Tine van der Straten is de Belgische minister van Energie. Ze zat samen met organisaties die strijden tegen armoede. Hun voorstellen bespreekt ze met de regering. Plan. Ook de prijzen voor benzine en diesel blijven stijgen. Met de autorijden was nog nooit zo duur. Vincent van Petegem heeft een plan. Hij is de Belgische minister van Financiën. Hij wil de accijnzen verlagen op benzine en diesel. Accijnzen zijn belastingen die naar de overheid gaan. Kritiek. Maar er komt kritiek op dat plan. Dat zou de overheid heel veel geld kosten. Het zou vooral een voordeel zijn voor rijke mensen die veel met de auto rijden. Mensen uit onze buurlanden zouden dan hier goedkoper komen tanken. En dat extra verkeer is niet goed voor het milieu en het klimaat. Fiets. Wat kan je zelf doen als je vaak met de auto moet rijden? Wie minder snel rijdt, verbruikt minder. Koop of huur een auto die niet zoveel weegt. Hoe zwaarder de auto, hoe meer die verbruikt. En moet je niet ver rijden? Bijna iedereen heeft een fiets. Gebruik dan de fietspomp in plaats van de dieselpomp. Alright, that was the first text. Let's go check those questions. Okay, we'll start with vraag 1. Wat wil de minister van Financiën doen om de brandstofprijzen te verlagen? A. Accijnzen verlagen op benzine en diesel. B. Accijnzen verhogen op benzine en diesel. Of C. Meer benzine en diesel importeren. Okay, so A. De accijnzen verlagen op benzine en diesel. B. De accijnzen verhogen op benzine en diesel. Of C. Meer benzine en diesel importeren. Remember to give it a pause. If you want to think a little bit longer, hit that pause button because I'm going to give you the correct answer right now. And the correct answer is A. De accijnzen verlagen op benzine en diesel. Right? We go to the next question. Wat kan je zelf doen om minder brandstof te verbruiken volgens de tekst? Okay? Is het A. Fietsen en met een zware auto rijden? Is het B. Fietsen en met een lichte auto rijden? Of is het C. Gaan tanken in het buitenland? A. Fietsen en een zware auto. B. Fietsen en met een lichte auto rijden. B. Of C. Gaan tanken in het buitenland. Right? And the correct answer is B. We moeten fietsen en met een lichte auto rijden. And there we go with the second text. Strenger tegen gsm in de auto. Je smartphone of gsm mag je niet gebruiken terwijl je met de auto rijdt. Toch doet 1 op de 3 Belgen dat soms wel. Het parlement maakt nu de regels nog strenger. Elk jaar vallen in ons land 30 doden
en 2500 gewonden omdat iemand zijn telefoon gebruikte achter het stuur. Toch blijven veel Belgen die fout maken. Leden van de politieke partijen CD&V en Vooruit maakten een voorstel om de wet strenger te maken. Het parlement keurde dat voorstel goed. Je mag een smartphone in je auto alleen gebruiken als die in een houder zit. In je hand was al verboden. Ook op je schoot mag je telefoon nu niet meer liggen. De boetes gaan ook omhoog. Betrapt de politie een chauffeur, dan krijgt hij een boete van minstens 174 euro. Okay, that was the second text, a little bit shorter. Let's go and check those questions. Okay, vraag 3, question number 3. Hoeveel zal je moeten betalen als je betrapt wordt met je smartphone tijdens het rijden? A. 184 euro. B. 194 euro. Of C. 174 euro. Oké, is het A. 184 euro. B. 194 euro. Of C. 174 euro. Correct answer is coming your way. And the correct answer is C. 174 euro. Oké, question 4. Hoeveel mensen raakten er vorig jaar gewond door het gebruik van een smartphone tijdens het rijden? Is het A. 3500? B. 1500? Of is het C. 2500? A. 3500? B. 1500? Of C. 2500. Correct answer is coming your way. And the correct answer is C. 2500. Okay, so this was the exercise for today. I hope you did well. I hope those two listening tests were not that difficult for you. If you have all answers correct, well done. You're on a good path. If not, don't worry. Just keep pushing. Keep studying Dutch. Keep improving your vocabulary. Keep listening to Dutch radio, television, and so on, and I'm sure you will also get there. I want to thank you again for watching. Remember to give it a like, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments if you did well and if these exercises are useful for you or not. I wish you a great rest of the Sunday, and stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao.